hier. Weg hier niet. Oh jongens, daar is de slangmuziekclub. Wij moeten repeteren met onze muziekclub. Wat wil je doen? Weet je allemaal vertellen? Wij willen repeteren met onze muziekclub. Dat doen we trouwens altijd op zaterdag. Laat je niet kisten, Ben. Wij waren hier eerder dan zij. Ja, wij waren hier. Straks eruit. Dat is niet eerder. Wij mogen altijd muziek spelen. En trouwens, onze muziekclub staat al veel langer in de gymnastiekclub. Niks mee te maken. Nou, wat doe je, Benny boy? Durf niet tegen een kleintje op. Ik zit op. Hilo, zou ik ze een raadklap geven? Ja, maar ik wil dat je spiritusballen ziet. Een vreselijk stel. Vrouw, man, soms pak ik thuis naar de telefoon en kent ze zo door midden. In één keer door midden? Nou ja, in één keer. Waar is dat dan groot als ik daar door spelen? Daar is zeker geen wc-papier. Dus ja, dan krijg je klote. Jongens, kijk er ruzie. Als deze kleine toch zo graag een muziekinstrument kunt spelen, dan mogen we dat niet meenemen. Nee. Gaan we maar zitten. Laten we eens een mazzel. Jongens, trek maar niks aan van die eigenwijze lui. Dat is allemaal bluf. Ga gewoon spelen, net als altijd. Daar gaan we. 1, 2, 3 en 4. Fantastisch! Wat een muziek! Ongelooflijk! Ongelooflijk? Ongelooflijk vals. Ach, jullie hebben maar geen verstand van muziek. Oh nee? Maar bij? Ik hoorde al niet bij staan meespeelde. Ik doe mij daar ook niet. Je zit in de boel al een week voor de gek te houden. Ach, we kunnen het nog niet zo goed. Dat is alles. Zo, jullie kunnen het nog niet zo goed, hè? Maar wel deze mooie zaal zit houden, hè? Tomaat? Jullie maar even thuis moeten doen. In de badkamer, rond de wc, hoor. Tomaat? Als een vader zeker groenteboer. Zo'n maatje heeft plat wat baas. Ach, al die ruzie laat. Daar heb je haar. Laat ze toch. Ja, ik zou het ook nog een beetje voor ze opnemen. Echt iets voor die handgebreide tut van een Petra. Ik ben gewoon flat dan. Zo, ik zit. Ga van zo af. Ik heb zit waar ik zit. Op aan die stoel, want ik wil erop zitten.
Amira. Amira. Overal kijken. Hoe kan het nou? Kinderen moeten toch naar school? Ja, maar waarom heb je niet die grote vakantie? En in die herfstvakantie? Bijna. Hoe moet je dat in Holland ook alweer? Kerstmis, ja? En heeft u al een kinder voor het kindersteeds? Nou, ik zoek toch aan de kinderen die ik op in laten leiden tot clowns en acrobaten. En aan jouw muur. En aan kooltans. En aan dierstellen. Niet voor die gevaarlijke dieren, maar met kleine hondjes en zo. Wat is dat voor mijn zwembad? Ik maak van ook een kinder voor u. Ja? En zeker, de gymnastiekvereniging. Zoek maar eens daar. Wie zijn dat? Dat zijn wij! Ik ben de leider. Ik ben de robot. Kan dan. En ik denk dat u met de gymnastiekvereniging een tilgelsprogramma kunt maken. Oh, domme meer. We hebben hier eerste klas acrobaten. Ze kunnen van alles. Driedubbele salto, dubbele flipvlak. Oh ja, vijfdubbele schroef, van alles. Waar ben uit? Maar heeft u ook kinderen die clown kunnen spelen? Klaus? Weet je, wat dacht je van deze knaap? Die kan schrikkelijk naartoe komen. Jij niet zo, maar zo ben ik terugtrappen. En aan jouw leer? Maak me voor u. Het is gebakken, meneer Spullenbaas. Buit dan. Kijk, jong leren? Dan moet je jong leren. Kijk. Ziet u deze stok? Hou ze overeind. Je kunt staan, dat raakt de hand niet erom. Nee, anders rolt die stok op de grond. En hier is het. En paardendressuur. Paardendressuur? Doe er maar voor. Ik mijn paardendressuur rijdt in die hogeschool, ja. Hogeschool? Geen lagere school. Ik merk, u hebt geen verstand van paarden, ja. Oh, jawel hoor. Ik wil anders op een paard gaan zitten. Over paardgeteeld bedoel je? Paardendressuren is schaamd moeilijk. Kunt u dat? Knallen met die zweep en die karwats. En die zielt de paarden laten dansen en voor plezier. Ja hoor, ik geef die paarden wel veel tijd. Ik ben toch een beetje bang van angst. Nergens voor nodig, meneer Spullenbaas. Wij maken een circus voor u. Het was helemaal uit de kunst. Picobello. Sarasani. Wat een opschepper. Zij kunnen een beetje anders waar je een bokje springen. Wij kunnen een heleboel andere dingen. Bijvoorbeeld... Ja! Een circusorkest maken, ja, dat kunnen wij heel erg goed. Zo, en wie bent u? Flip de Fluiter, de leider van de muziekclub. Ja, het zijn een beetje geflipte muzikanten, maar moet je niet naar luisteren. Kijk, ga je stoppen. Halt, genoeg! Wat zijn jullie toch een domme knapen? Hoe ben ik nou niet op tournee gaan? Overal ruzie maken! Nee, ik zoek ergens kinderen met talent om in mijn circus op te treden. Maar niet met talent om ruzie te maken. Sorry. Ja, wat dom van ons. Ik denk dat ik maar aan andere groep kinderen ga zoeken. Ja, jij kunt niet mee met de kindercircus, anders zaten we volgend jaar misschien wel Honolulu. Ja, op een babaai. Honolulu, ligt op een babaai. En ik wil altijd heel graag naar Sardinië, in Spanje of naar Sardinië. De hele dag Sardientjes eten. Ja, we komen met z'n allen naar de Filipijnen. De Filistijnen, dat klopt ja. Het is allemaal jullie schuld, weet je dat? Hebben jullie niet waar gekomen toen wij nog op Gimmel waren? Van ons genomen. Ja, van ons genomen. Als jullie niet op onze muziekavond in onze zaal hadden gezeten. Dat is jullie schuld en wij blijven niet zitten. Hij ging nou weer kieften. Maar lof, kom maar eens jeuken. Dan moet je even krabben. Of je benen wassen. Ik heb een opgekastje gehad van de stoel. Op de stoel. Dan terugkomt, laten we alles zien. Dan kunnen we misschien toch nog even op reis. Ach, wat kunnen wij nou? Ik moet zeggen, maar we zijn...
weet je wel, zo'n vrouw met zo'n glibberig pakje die zich allerlei pot kan brengen. Een nieuw sissy beest, weet je wel. Oh, zo'n spermela. Ah, je bent zelf een slangmens. Wat slaat nog meer? Sissen, dood liggen, glibberig zijn. Oh ja, en natuurlijk tel die tong uitsteken. Oh ja. Zal ik dan maar slangmens zijn, maar hoe kom ik dan een pakje? Kun je misschien thuis maken, want dat moet lang liggen of zo. Als ik ga. Ja, ik ga meteen naar huis. Enig. En ik wil zal even doen. Jij. Meer koordansen. Ik weet het niet, ik ben wel goed op de evenwicht gebogen. Prima. Dan spaar je thuis een touw tussen twee bomen. Dan ga je elke dag oefenen om erop te staan. Oh ja, misschien kun je trouwens nog kunnen leren. In deze boom. Is dat leuk? En wat kan ik doen? En nee, ja, dat was het. Wat kan ik doen? Even wachten hoor. Als jullie naar de klaar zijn, dan doen jullie twee fietsen meer, maar dan doen we allemaal wat, oké? Ja. Eerst de ronde, stapvoets, langzaam, zo in het gareel jij.
Zo, nu met muziek. Eerst langzaam en dan in galop. Thank you.
met die jongen? Heb je soms niet afgesproken dat hij je stiekem komt afluisteren? Ach kind, kom weer erbij. Zeg, ik ben de jongeheersballen kwijt. Ah, ja, kiba, welke jongeheersballen? Oh, gestolen door die stomme muzikanten natuurlijk. Oh, Benny boy. Benny boy. De muzikanten zijn zo gemeen. Ze zitten ons telkens af te luisteren. En ze hebben de jongeheersballen van de jongeheer ook gestolen. Helemaal niet helemaal. En ze hebben het slangenpakje ook al gezien en nu gaan ze natuurlijk weer naapen. Jou? Naapen? Nou, dan moeten ze wel heel stoppen. Hé, plus pakjes hè? Paapje? Dank je, zijn we slangen eens laten zien? Oh, nee. Die hebben we al binnen. Als dat doorgaat, doe ik echt niet meer mee hoor. Hoezo niet? Nou, ben je het zo vervelend, dus als je jaloers op de slangen en maar ik? Jaloers? Nee, dat moet natuurlijk helemaal niet. Lem heeft haar eigen nummer. Ze komt toch als Sirius prinses in een pak met vieren en glitters. Oh, wat zou er mooi zijn! Oh, wat zou er mooi zijn! Nee, jongens, kom maar. Kijk, jullie staan waarschijnlijk bij het programma dat ik heb gemaakt. Laat eens zien. Oh, ik sta op slotnummer. Wat leuk! Dit programma is hartstikke gemaakt. Als de muzikanten dit in handen krijgen, dan gaan ze ons nadoen. Top secret, weet je wel. Oké, jongens, nu moeten we het feest nummer gaan studeren. Doe je dat als wij die rechtstok hoog in de nog van het circus? Precies. Oh, dat durf ik niet, hè? Ja, daarom gaan we natuurlijk eerst de grond repeteren. We gaan het boog repeteren. Ja, met dan, boog. Ja, want ze staat hier ook op.
allemaal opruimen. Zuigfles! Hey, zo, hier gaan we nu repeteren. Even dag van de kat, jongens. Nu nog een springplank. Dit is een springplant. Hé, nu staat het dan weer in het midden. Wat wil ik zeg? Nu nog een kistje van een dikke bal, waar de plant op komt te liggen. Zijn ze weer?
En wat ga jij met die mooie grote zeeschelp doen? Ik hou de schelp tegen haar oorschelp. Hou jij die schelp tegen je oorschelp? En waarom hou jij die schelp tegen je oorschelp? Dan kan ik de zee horen luisteren. Kan je dan de zee horen luisteren? De zee horen luisteren. Ik wil ook de zee horen luisteren. Ik hoor niets! Nee, is dat zeker app? Dan moet je even wachten tot ik dan wachten tot de vloed komt? Dan moet je even wachten. Komt klaar! Nog even wachten. We moeten wachten tot de vloed op komt zetten! Yeah.
precies wat we doen. Oké, even wat doen. Hallo Danny. Hoor je mij? Hi Pien, ik hoor je heel goed. Veel geluk. Kom, we gaan. Succes, hè? Ja, Zo, ik ga maar weer zoeken naar de vallen. Cassandra, als er iets valt, moet jij het eraan geven. Mag ik niet meehelpen, jongen Lira? Nee, je mag alleen maar aangeven. Ding opgraven en daar heb ik heel erg aan staan. Echt wel iets voor jongens hoor. Zelfs het leuke werk doen en wij alleen maar slome dingen. Heb je wel eens van vrouwenemancipatie gehoord? Mooie meisje, het meisje van de jongleur. Oh, zo behulpzame meisje, met pasjes te kus en te keur. Jongleren, dat lijkt mij een zegen, je hebt steeds succes in de zaal. Maar ik mag me nauwelijks bewegen, ik sta hier voortdurend, ik sta hier voortdurend. Wat hoor ik daar van, ben ik? Oh ja, dat zijn onze
Arabische volkeren. Hoog en vieste leger. Wat zijn onze dolle clowns? Wat een dolle pret, hè? Wil jij de zee horen luizen? Voorstelling hier.
Nou, fantastisch. Als we dat zo hebben gehouden, dan hebben we ook een steen in de rug gedaan. Jullie hebben vast vreselijk. Ja! Ik wil even speciale aandacht voor Ingrid, die nu heel erg aan het werk is. Maar die heeft heel veel vrije tijd ingestoken om met de kinderen onder schooltijd te oefenen. En daar zijn we met de hele klas heel erg blij voor. Even een applaus voor Ingrid.